Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie hier zijn geweest. We hebben een fantastische dag gehad. Heel veel mooie wedstrijden gezien, spannende wedstrijden. Veel doelpunten en heel veel plezier vooral met elkaar. En het is hartstikke mooi dat we jullie dat hier op het veld bij Achilles hebben laten zien. En daar wil ik jullie hartstikke voor bedanken. Ik wil ook heel graag alle mensen van de organisatie van vandaag bedanken. De scheidsrechters, de VAR-commissie. Ook jullie hebben een belangrijke bijdrage geleverd om het hier vandaag met elkaar te doen. En het was een fantastisch mooie dag. Ja, zeker een applausje. Het allerbelangrijkste is dat jullie hier waren. En jullie hebben als kinderen hier een fantastische prestatie neergezet. Wij hebben, en daar zijn we ook trots op, wij hebben de burgemeester van Almelo bereid gevonden om hier de prijs aan jullie komen uit te reiken. En ja, er is mij eigenlijk niets anders, en volgens mij willen jullie ook niets liever dan dat, dan dat jullie de prijzen krijgen. Dus ja, daar hebben we het voor gedaan. Ik geef de microfoon door. Want dit is het Overijssels kampioenschap, dat er zo ontzettend veel gesport wordt. Dat er heel veel sporten zijn die je alleen, maar bij korfbal bijvoorbeeld ook in teamverband, kunt doen. In onze provincie, ook in Almelo trouwens zelf, in Vriezenveen, in Kampen, in Vroomshoop, waar dan ook. En dat is hartstikke goed. Want als je samen een sport met elkaar een sport beoefent, dan bouw je aan een team met elkaar. Dan bouw je aan samenwerking, dan bouw je aan vriendschap met elkaar. En dat doe je dan ook nog eens omdat het heel gezond is. Dus ik vind het geweldig dat korfbal hier in Almelo, maar ook in Overijssel, dat korfbal het zo goed doet. En dat laten jullie zien. Ja, korfbal lijkt soms een beetje weggestopt als je mensen het hebben over voetbal of allerlei andere sporten. Maar korfbal is echt een hele grote belangrijke sport. Nou, dat weten jullie allemaal heel goed. Want jullie gaan jullie carrière in het korfbal opbouwen, denk ik. En dat weet je ook nog als je wint een hele mooie fles champagne op, heb ik net gezien. En het team van Lambiente uit Deventer. Gefeliciteerd. Dan de prijs. Ze staan hier al vooraan. De CBS Shalom uit Vriezenveen. Alsjeblieft. Omdraaien. Ja, en dan komen we bij de Overijsselse kampioen. De eerste prijs in deze groepscategorie voor de groep 5-6. En dat is de Morgenster uit Kampen. Overijsselse kampioenschappen, schoolkorfbal, groep 7-8 naar CBS Nieuwoord in Vroomshoop. Daar zijn we. Alsjeblieft. En gefeliciteerd. Hellendoorn, talentrijk. Alsjeblieft. Shalom uit Vriezenveen. Ja, en dan het wordt een de Overijssels kampioen in schoolkorfbal 2017 in de categorie groep 7-8 is geworden de koningin Emma School. Hartstikke goed. Hallo, ik ben Faya. Ik ben Lieke. En ik zit op korfbal bij AKC. En ik niet. Maar ik vind korfbal wel leuk. Ja, ik vind korfbal heel leuk. Dat vind je echt leuk? Ja. Het is een schoolteam, hè? Ja. Zijn er meer meisjes die korfbal in de schoolteam? Ja. Mijn vriendin is op veld 4 en 5. En de wedstrijd die jongens spelen zijn de volgende twee. Oké. Leuk. Gaat het vandaag goed met de schoolteam? Eerst wel, nu niet zo heel erg. Nee, hebben die verloren? Ja. Oeh, wat jammer. Maar de volgende wedstrijd win je wel, hè? Yes, zeker.